Goedenavond mensen. Goeiedag, hier is Tora. Volgens mij, zoals Sander zegt, het jongste prinsenpaar sinds het bestaan van de carnaval. Nou, volgens mij moet er een proclamatie komen, dus door Goda. Nee, en jongens en meisjes, wees maar niet bangen. Drie kwartier zoals first year, dat duurt niet. Ten eerste is Alberto. Godsnaam, verkeerde tekst. Ah. Ja. Nederland hangt aan elkaar van bureaucratie. Of niet, boeren? In andere landen hebben ze nog gewoon polygamie. Ja, ik zie jullie denken dat mij meerdere vrouwen hebben, Kios. Klimmers heb schik, zeg maar. Hier zeggen we dan gewoon een tweede kut kost toe de hut. Daarom blieft de leiders van de Belhamels maar vrijgezel. Zo is Sander Esseling president. En denkt Roel Beunk dat hij de hofknarren onder controle heeft. En dan heet nog de Raad van Elf. Wordt baas van Aarde, alias Koen Klein Gunnewiek met de scepter zwaait. Zijn motto is volgens ons heel duidelijk. Vrouwen maakt meer kapot dan biergoot kan maken. Maar, baas, kijk wel uit. Want in bier zit vrolijk hormoon. Als je te vullen drinkt, gooi slecht in en begin je te zeuren. Alaaf! Ten tweede, FC Twente, een begrip in Belgen. Onze meneer, bekende Belgen, Brutje, ging net als zijn club langzaam vooruit. Met de woorden op zijn muur, hash, kook en pillen, zo gaat hij zondags op pad, wordt door de jonge Twente supporters wel erg letterlijk gesnoven. Genomen. Alla. Ten derde, een heuse geboortegolf heeft Beltrum overspeeld. De een na de andere babyshower wordt georganiseerd. I zult er toch de boek van volkeren. Dat ging vroeger wel anders. Zo vroeg ik laatst nog aan Mimo. Hadden ze vroeger wel seks? Ha, zeg Mimo. Dan hadden ze toch vroeger helemaal geen tijd voor met 12 kinderen. En Leu. Ja, luister goed. Ook Edo Hemming wordt papa. Door kwamen ze pas geleden achter. Toen Ellen tegen Edo zei. Lieverd, ik heb een zwangerschaptest gedaan. Oh, zegt Edo tegen Ellen. Waren de vragen moeilijk, schat? Allah! Ten vierde. Voor de jeugd bleek het nog steeds lastig om een mooi huis te komen in Meltem. Grollen. Voor de grootste onder ons, beter bekend als Groenlo, is een laatste uitweg. Een citaat van jongeren uit Beltrum bevestigt dit. Beter neuken met een bolle dan wonen in Grollen. Maar dat valt in de beleving van een echte Grolsen wel met. Ze hebben nog eigen zeggen, een echte stad. Volle winkels, het Walhalla Marreveld en natuurlijk de knunnekes.
Nou bent u afgelopen jaar op reizen geweest naar Kenia. Slechte huizen, arme lui, 100 euro in de maand is afvullen. Geen riolering, geen stromend water en allerminst een kans op een mooie toekomst. Dus onze conclusie is, zo slecht hebt die lui in Kenia nog niet. Voilà. Ten vijfde. FIOS. Momenteel een florerende vereniging die op maatschappelijk gebied voorop loopt met het vitale sportpark. Nou ja, laat op maandagmiddag dat vitale maar achterwege bij de ondergrondse. FIOS is net zoals het vitale sportpark erg ambitieus. De degradatie van FIOS in is door hem een probleem. Dat Obelos moet wonen met een rechtsback uit de tweede. En een camerasysteem. Zelfs in het donker kunt de beelden maken worden. En dat geeft als een speer. Dus jeugd, daar zit een opje. De middenstip van FIOS is met de karmissen ook geen optie meer. Allah! Ten zesde. Multiculturalisme integreert zich in Beltrum steeds beter. Zo was vroeger de uitspraak, wat een boer niet kent, dat vrede neet, ons volkje neet verruimt. Nu is zelfs het grootste gros gek op de lumpia's van Ten Wallebos. Ook de Turkse kukken doet het fantastisch in Beltrum. Menig hartjes bunt een storm waardoor het busje van Milano je niet weg te slaan is. Tja, wat een kerel van Milano zei nog. De van hartjes voegt niets toe. Om deze invloeden deur te zetten aankomend jaar, staat de volgende adviezen al klaar. Wat met de karmissen mooi kan, bunt Marokkaanse botsauto's met voorop Ramadan. De Chinezen neemt de metaalsector van Joris Wiegerink weg. En geet dan heten Witech. Oh nee, dat was al zo. De tennisvereniging laat weer ook weer goed lopen. Een toernooi van Jehova's, de doe is open. Alaaf. Ten zevende. CPO staat normaal gesproken voor collectief particulier opdrachtgeverschap. In geval van CPO 2.0 ligt het meer te staan voor collectieve pulsondernemers. Voor de beruchte kaartclub van de Grutto East is het motto helder. Zo veel mogelijk Liedersbier en Mummelman in de eeuwige kelder. Neem als voorbeeld Joost Kamaat. Wat hij wel erg letterlijk noemt, is ladderzat. Of nee, Kamaat? Door het zoveelste mummelmannetje kon hij zijn sleutel weer eens niet vinden. En stond hij binnen een mum van tiet voor het slaapkameraan zijn buurvrouwen te beminnen. Tenminste, dat denken we. Zijn sleutel heffen wel kregen, dus zijn actie bleek een schot in roos. In de roos, sorry. Allah!
zijn de achtste. Tegenwoordig moet alles maar kunnen. Kerels met titten, vrouwen met een piemeltje en een patatgeneratie met een kastje. Zo leert sommigen volgens ons verkeerd nummer zwemmen. Alles maar binnenhalen. De bunt zelfs belt op zijn leu, de schaamte compleet verpeen. Die bunt met de bouw van een nieuwe garage, door een goedkoop beunhaasje nog niet bleef. Dus heb dissen, kleine, gezetten, onadjudant, met zijn irritante lachje, het huzekoch van zijn buurman. Zodat er een ander voor de hoofdpriest in den van hem terecht kan. Hey, kampioen, Vitevo, kampioen. Dit is genoeg, prima. Hallo. Ten negende. En nu hoop ik maar dat het er is, maar volgens mij niet. Ja, Marco de Vruchten. Tegenwoordig een fervent kattenhandelaar. Is zijn hele leven al geobsedeerd door poesjes. Van katers moet er niks weten. Zijn libido is, zoals hij zelf zegt, op een grandioos peil. Evenals zijn lalaloopsie. Dat zat de vroeger in de basisschooltijd al in. Zo riep Marco bij elk neenjuf. Juffrouw, ik heb een lul van 30 centimeter. Ha! Godsename, zegt juffrouw. Dat wordt nablijven. Ja, zegt Marco, dat had ik wel een dag. Tjalle, het appeltje vult neer ver van de boom. Allah. Ten tiende. Net na de karmissen kwam koningin Maxima naar Beltrum om de Groene Mineralencentrale te openen. Bij deze opening was naast de hoge heer ook Roel Punk aanwezig. De grootste kletsmajor van België. Roel heeft maximaal geprofiteerd van de komst van onze koningin. Want een plek op de eerste regen was voor hem niks te min. Volgens ons zit er een luchtje aan. Maar je kunt u afvragen wie nooit echt de wark bij de bekken verzet. S'morgens vroeg, s'avonds later, staat de warknemers in weer en wind voor de bekken klaar. Dus Roel, de bekken wordt niet groot door een stropdas, maar de warknemers als onze eigen Bas de Stofjas. Ja, dan mag je wel even op deur gaan, jongens. Heel goed. Prins Jelle, weet die eigenlijk het verschil, wat het verschil is tussen Maxima en Sam Schildering? Geen idee. Bij Maxima geeft de balkonscène wel altijd groot. Ala. Ten elfde. Mooi op schema volgens mij. De horeca in Beltrum is een beetje zo. Net zoals de zaterdagavond van de carnaval nog. In de hoogtijdagen hadden we nog meer cafés dan mooie vrouwen. Café de Kempen, Oriëns, Bleuming, Mazen, Harbes. Oh, dat waren er een tal. Helaas, Leu, dat was eenmaal. Want André heeft de sportschone aan de wilgen hangen. Terwijl Els de Besem de Jozef Oede vangen. Nu kunnen we dit voor de zaterdagavond zo lang gaan.
of tezamen met Els de volachter gaan staan. En dat laatste heeft onze voorkeur. Wat Els? Proost Els. En dan kunnen we ook zo'n beetje naar het einde komen. Le, geniet van deze avond en de rest van de carnaval. Blijf vooral uzelf en geniet met de leeuwen. En dan maken wij, met jullie natuurlijk, er een geweldig carnavalsjoor van. Onze leus is dan ook. Geef alles en blijf bij bunt. Geniet zoveel hij kunt.